En hier. En tot op YouTube. Ja. Even niet zonder. Kom maar, Otto. Ja, ja. Ja, ik geef het even. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. En wel is het belangrijk dat je het weet. Ja, nee, maar nu even niet. Waarom niet? Hè? Dit is toch mijn taak? Ja, dat, kom heel even. Kom even. Kom even. Oh, voorzichtig. Kan ik nog? Ja, heel klein beetje. Ja, ik moet wel, anders... Ja. Sowieso merkwaardig dat er een deur op een tunnel zit, maar anders kan die niet dicht. Ik kijk wel even. Gaat het? Nee, ik moet echt nog een stukje naar voren. Ja, nog een stukje. Ja, het spijt me enorm, ja. Ja? Boem is hoog, hè? Ja, dit is goed, oh, dan fantastisch. Ja? Nou. Dank u wel, hè. Fantastisch. Goed, dat is wel mooi. Nee, blijf jij even hier. Kom maar hier staan. Nee, dat komt echt goed. Kom maar. Kom hier staan. Ja, kijk mooi naar de waarde gasten. Kunt ze zien hè, hoe beeldschoon je bent. Ja. Blijf je hier staan. Ik ga het regelen samen met Esmeralda. Komt allemaal goed. Wij gaan dit regelen. Komt allemaal goed. Kom maar, meisje. Zo, hier. Nee, komt, ik zie je kijken, maar het komt echt goed. Yes. Zo, daar gaan we. Oh, sorry. Ja, dat is... komt allemaal goed. Ja, nee, ja, mijn richtingsgevoel was even weg. Maar hij is weer terug. Denk aan mijn neusje. Ja, dat is hartstikke goed. Nou, zo. Ja, zo, goed. Komt goed, blijf staan. Komt goed. Het waren gasten, dacht ik. Ja, hartstikke goed. Zij staat rechts. Hartstikke mooi. Oké, goed. Waarde gasten. En nu u hier allemaal staat, is komt goed. Gaat regelen. Komt allemaal goed. Dat is allemaal, komt allemaal goed. Blijf staan. Ik zie u kijken. Komt goed. Even kijken. Zo. Zo. Ja. Is mevrouw tevreden? Ja. Hartstikke mooi. Goed. Zo. Komt goed, konijntje. Komt goed. Mooi. Waarde gasten. Nee, komt echt allemaal. Nee, even lekker daar staan. Gaat u maar daar. Ja, hartstikke goed. Komt goed. Oké, ik zet je nog één keer recht. Ja, alsjeblieft. Zo, alsje. Zo, twee. Hier. Ja. Zo is goed, hè? Klaar. Waarde gasten. Oh. Mag ik u voorstellen aan mijn vrouw, Virginie? Nee, wacht even. Voor slechts een paar gouden dukaten kan zij u helpen u te verweren tegen de angst. Zij is namelijk phytoborist. Zij is hooglerares, maar vooral dokter Antus en magister in de ongeluksbestrijding. Dus graag uw handen op elkaar voor mijn beeldschone vrouw die daadwerkelijk alles kan. Want hier is Virginie Charlatan. Kom maar. Ja, dan maar. Ja. Dank jullie wel. Oh, wat een warm welkom. Otto. Ja, sorry, ik dacht, doe even anders dan. IJzerhartje van me. Lieve schat, wat heb je dat leuk gedaan? Oh. Oh, zo liefdevol. Oh, dat is... Oh, nou ja, geen dank, we hebben samen geoefend. Ja? Ja, tot 4 uur s'nachts gaan we het niet over hebben. Let op. Speciaal voor jou. Oh. Lieve mensen, mag ik van jullie een warm applaus voor de duwende kracht achter Esmeralda. Mijn man, Otto Charlatan. Ja. En natuurlijk ook een applausje voor ons draaiorgel Esmeralda. Ja, Esmeralda. Ja, Esmeralda, gemaakt door mijn wetovergrootvader Jozef. Ja, hier ziet u hem. Ja, hij was dirigent. Ja, hij en zijn hele orkest zijn verdwenen. Door heel Europa hebben wij hun laatste reis gevolgd. En geloof het of niet, maar hier, op deze plek, hebben wij zijn graf gevonden. Nou, ja. Op deze mysterieuze plek heerst het onheil. Maar mensen,
Met mijn goede raad ga ik ervoor zorgen dat u zich kunt verweren tegen het kwaad. Komt u maar een stukje naar voren. Ja, heel goed. Ja. Juist, dat is goed. Komt u maar ietsje mee. U mag ook komen. U ook, als u het durft. Komt u maar. Ja, nog een klein stukje. Oké. Fantastisch. Ja, zijn jullie er klaar voor? Dank u. Doet u mij maar een naam. Een naam. Ja, kan even meedoen. Ja, u ook meedoen. Ja, heel goed. Ja, ja. Ja, mooi. Doet iedereen mee, Otto? Bijna allemaal! Besef het belang. Hier heerst de angst. Je moet jezelf kunnen verweren. En zo niet, ga je beter vertrekken. Ben ik duidelijk? Heel mooi. Ja. Ja. Doet u mij maar na. Zet de voeten een stukje uit elkaar. Voel de aarde, voel deze bijzondere plek. Ja, bij jullie gaat het via de wielen. Ook goed, als je het maar voelt. Ja? Voel het. Haal diep adem en de armen in de lucht. Nu moet jezelf verweren. Verweren. Tegen de angst. Angst. En het kwaad. Kwaad. Eén hand. Heel goed. Nog een keer. Adem in. Adem uit. Kwaad. Ja, heel goed. Ja, jullie zijn veilig voor dit moment. Voor de toekomst kan ik niet kijken natuurlijk. Maar voor dit moment zijn jullie allemaal veilig. Ja. Ik ga het houden. Otto. Ja, even niet. Even. Esmeralda, meisje. Muziek, ja. Ja. Wij zijn overal geweest, maar toch. Hij had het er moeilijk mee. Ik dacht al, wat gaat ze zeggen? Daar gaan we het nou niet over hebben. Er zijn allemaal mensen bij. Daar is het gewoon mee. Ik twijfelde even of dit het juiste moment was. Nee. Dit is het juiste moment om te praten. Wij komen van ver zingen. Over regen van hot naar her. Om je hand, liefde en tranen. Dat is ons zweven bestaan. Geen duit in je tas. En zonder kompas dat wil Esmeralda. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen. Profiteer ervan. Ja, kom laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van heus in vele landen. De charlatans. Ja, we zijn overal geweest, hè? Ja. Want wij. Over bergen, langs woeste kusten, waar vond hij eindelijk rust? Ik vraag het mij af, maar hier ligt zijn graf. Esmeralda, kom blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, kom laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van ons in vele landen. De scharlatans. Maar wat is hier gebeurd? Ik heb angst en onheil gespeurd. Deze plek, oud en macabre. Hier is een heel groot geheim. Ik vind het niet fijn, maar we moeten hier zijn. Volgens Esmeralda, kom blijf maar staan. Wij bewegen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, kom laat je gaan. Referenties van hier tot de maan.
het kan heus, ik wil een ander, de charlatans. Ja, dank jullie wel. Ja. Nou ja, je ziet hem hier in mijn bed over grootvader Jozef. Hij was dus niet alleen dirigent, nee, hij was ook componist. Ja. En met zijn orkest is hij op reis gegaan om hier mee te doen aan een heel belangrijk en hoogstaand muziekconcours. Ja. Maar daarna heeft niemand ze teruggezien. Ze zijn verdwenen. Wat is hier gebeurd? Daar proberen wij dus de antwoorden op te vinden. En toen wij op onderzoek uitgingen in het bos, vonden we helemaal overwoekerd een mausoleum. Een grafmonument. En toen we de begroeiing hadden weggetrokken, zagen we een datum staan. 13 oktober 1876. En gebeiteld in het steen een naam. Ja. Jozef Charlatan. We hadden hem gevonden. Nou ja, vanuit zijn woonplaats Parijs is hij met zijn orkest vertrokken om hier te eindigen. En rondom het mausoleum vonden we nog meer grafstenen. Ja. Het leek wel een kerk. De namen waren bijna onleesbaar. Oh, het graf van de Spaanse pianist José García Fernández. Van zijn nazaat hadden wij in Spanje nog een orgelboek gekregen. En het graf van mandolinespeler Luigi Travatore. Klaviermeester Engelbert ligt hier ook begraven. Klaviermeester Engelbert? Ja, zo'n leuke man. De eerste. Hij zijn overleden. Wat? Wat is hier gebeurd? Ja, hoeveel orkestleden zouden er liggen? Was dat hele orkest dan hier geëindigd? Ja. Ik weet het niet, of nee. Dat zou zo zijn. Blijf vooral ademhalen. Kom goed, we gaan er verder uitzoeken. Als laatste vonden we het graf van Ignatius Violonis. Oh, de onbekende violist. Niemand weet wie het is. Maar iedereen kent zijn betoverend vioolspel. Als de klanken van zijn viool niet klonken, dan liepen de rillingen je over de lucht. Is het deze muziek die een vloek heeft uitgebracht over het orkest? Ja, dan komt het juist op deze plek, hè? Ja. Deze plek. Ja. Ja, deze plek. Ja, deze plek is heel bijzonder. Misschien heerst hier wel een vloek of een betovering. En daarom moeten wij hier blijven. Ja. Otto. Blijven? Otto, we moeten hier... Koekoek, nee, ik ga niet blijven. Niks koekoek. Het is toch... Nee, nee, wij moeten hier blijven. Otto, wij gaan samen uitzoeken wat er aan de hand is met deze graven. En Otto, wat nog veel belangrijker is, zie jij al deze mensen? Ja. Wat denk je? Komen ze nog een keer terug? Ja, ik weet zeker, want Otto, ik ga mijn roeping volgen en ik ga ervoor zorgen dat jullie mensen, dat jullie allemaal worden gevrijwaard en dat jullie je kunnen verweren tegen het kwaad en tegen de angsten. Hey, konijntje, hier is een schone tak voor jou weggelegd. We worden... Kom, blijf maar staan bij de Nederlands hartelijk aan. Dank jullie wel. Ja, jullie hebben het gehoord, hè.
Kom zeker terug, kom zeker terug. Wij zijn beroemd. Wacht even, is het iets belangrijk om iets... Nee, ik stuk je klantenbindingen. Waarde gasten, u weet nu waar wij staan en u weet waar u ons voortaan kunt vinden. Hè? Dus komt u nog eens terug. Mocht u niet zo goed geheugen hebben, ik zie een aantal van u staan. Ik denk, kunt u misschien wel helpen als u even een foto maakt. Hè? Een ondersteuntje voor het geheugen. Weet u waar u weer naar terug kunt komen? Is voor nu geheel vrijblijvend. Over een aantal weken gaan we u financieel volledig uitkleden. Ik bedoel, maak vooral een foto. Sorry, dat zei ik niet. Maak een foto. Foto. Is er iemand die dat leuk vindt? Anders dan zijn dan. Ja? 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 Als u dat wilt, mag ik dat, hè? Ja, oké. Ja, okay. Ja, ik moet kijken. Ja, u is in het volgende. Ja, wees niet bang, hè. Het is vrijblijvend. We gaan u juist helpen, hè. Hoe heet jij? Gerard. Kom maar, Gerard. Gerard? Ja, dat is ik wel. Gerard. Gerard. Ja, je vond het een beetje moeilijk om het te volgen, maar nu doe je het. Kijk, ja. Dus wie? Angst. En het kwaad! Oké. Ja, dat is gewoon je hand, hè, dat je dat niet door wordt afgeleid. Ik heb daar wel eens last van. Het is gewoon je hand. Ja? Oké. Dank je. Graag gedaan. Ja, nee. Ja. Oh ja. Wat is dat? Een wat? Nou, je hebt net een hartstikke mooi zilverstuk gegeven, dus dat mag wel, hè? Komt u maar. Ja, u wel. Ik heb een stadje. En moet ik hem dan... ik heb dan zelf een camera gemaakt. Ik weet een beetje hoe dat werkt. Moet u met de achterkant van de camera? Dus ik moet zo? Ja? Oh ja, maar ik zie nu niks. Post. Oké. Post. Oh, dat is wel leuk. En dan kom ik dan ook erop. Maar ik ben veel knapper dan deze mensen. Waarom zijn ik niet op de grote foto? Ik moet op de grote foto. Weet je knap kijken, Otto? Ja, ik kijk ook knap. We doen er nog eentje. Nee, jij gaat knap. Ja. Oh, maar ik vond het zo leuker. Dit vind ik leuker. Kijk, dit is echt wel een aardige man. Kijk nou, joh. Leuke man. Ja, maar dan moet hij... Moet jij... Ja, stuur. Hij is nu verstuurd. Voeg een bijschrift toe. Ik ga even een bijschrift toe. In het jaar... 1866. Je weet niet wat je over je afroept. Hè? Je bent een apparaat. Nee, dat is waar. Maar ik heb zelf een keer een camera. Nee, maar dat is toch wel even anders. Ja, dat is waar. Dat was het. Oké. 1876 wou ik typen, dat is verkeerd gegaan. Ja, dat bedoel ik. Ja, mooi. Jij moet geen cijfers typen. Nee, dat weet ik. Ik ben niet zo van de cijfers. En dan iets minder blij kijken. Iets minder blij. Iets minder alsof je een soort goochelaar bent. Ja, goed zo. Ja. Ja? Mooi. Bedankt. Ja, ja. Ik kom er niet wel uit. Ja, ja. Dat idee had ik al. Ik moet even iets. Ja, ik ben zelf ook zo blijven even staan. Wacht, ik ga je even helpen. Maar dit is natuurlijk echt... Het is niet goed zo, meneer. Je moet echt hier komen. Het is echt smerig. Waar is dat bruine? Ik hoef het niet te weten. Nou, zo is beter. Ja? Ja. En dan gaan wij nog even foto's. Ja, daarom. Dit is wel op een nou, nee. Zullen we nog meer? Kijk nou, Tom. Oh. Even met de graven. Mijn koude hart smelt. Hoe heet het, de poppetje? Je hoort zijn er zo'n mens, maar wil je niet gelijk... Even reinigen. Ik kijk toch leuk? Ja, ik wel. Ik kom hoog. Oké. Ik kijk toch leuk? Ja, ik kom hoog. 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 Ik kom h
Ja, zij vindt het ook leuk, hè? Ja, dat weet ik wel. Die blijven gezellig. Van een beetje aardig voor allemaal, een beetje mooi. Maar het was weer het was een lustig show. Misschien dat ze ook een beetje vrolijk gaat spelen. Ja, volgens mij wel. Kijk, de volgende keer. Ja, dat wordt vrolijk. Ik zie begint ze steeds meer vrolijk te spelen. Eerst was het allemaal angstig, maar nu begint ze toch niet. Ik denk ze ook over de angst heen. Dus ja. Het wordt steeds rustiger, dat is alleen maar beter. Ja, het wordt gezelliger en zo. Ja, we hebben laatst met een karaokeavond gehouden. Karaoke, nou, dat is alleen maar mooi. En wie had er gewonnen, Otto? Met een knokavond. Zullen we het daar gewoon even niet over hebben? Nee, daar kunnen we het niet over hebben. Oh, geweldig. Oh, geweldig. Ik vind het geweldig. Dat was zo mooi. Als er weer gewonnen had, ik ook. Ja, mooi. Lang zal je leven in de glorie. Ja, sowieso 66, dat is niet heel. Ja, dat is mijn tijd. Die tijd ziet natuurlijk, hè. Perspectief, maar goed. Dat is langer, dat is kort. Ja. Nou, hè? Ja, ik kom er aan. Kom maar aan. Dat ik daar zoveel mogelijk in moest verzamelen. Ja, dat heb ik gezegd. Ja. Ik heb ook gezegd, je moet niet combineren van Heb je nou een leuk mes? Nee, niet voor jullie hoor. Nee, maar geloof me. Nee, niet voor jullie. Applaus voor Elba, yeah. Oh! Oh jee. Sorry meisje, sorry, ik doe dat nog niet expres. Hou niet van hout. Ze houdt niet van hout. Knap. Sorry meisje. Oh, dat ding gevolgd. Dat had ik niet eerst. Ja, oh, schitterend.